Hier in het Zanderbos bij Nunspeet deed een wandelaar afgelopen dinsdag een lugubere vondst. Vanmorgen bleek het te gaan om de sinds begin januari vermiste Susanna Boon. Nou, Sexy heeft uitgewezen dat zij door geweld om het leven is gekomen. Dus dat zij een slachtoffer is geworden van een misdrijf, dat lijkt toch wel het meest realistische scenario op dit moment. Wat er dan precies gebeurd is, dat zijn we natuurlijk op dit moment druk aan het uitzoeken. Er is dagenlang uitgebreid onderzoek gedaan op de plek waar de 51-jarige moeder van twee kinderen is gevonden. Begin januari vertrok zij na een ruzie met haar partner rond 1 uur 's nachts in verwarde staat uit haar woning aan de Jacob van Lennepkade, zonder telefoon en pinpas. Het is nog niet duidelijk wanneer zij precies om het leven is gekomen. We hopen wel later te kunnen vaststellen op welk moment zij is overleden. Want dat helpt natuurlijk ook weer bij het reconstrueren van wat er tussen die 8 januari dat zij vermist raakte en nu wat daar precies is gebeurd. Volgens familie van Susanna Boon is haar lichaam aangetroffen op de plek waar haar partner vaak naartoe zou gaan om te vissen. De politie kan daar nog niets over zeggen zolang het onderzoek loopt.